donderdagmiddag 12:30. Diabetes Plus gaat weer live, want we hebben onze Insta Live Lunch. En vandaag heb ik Ilse te gast en dat vind ik super leuk. Ilse en ik hebben veel contact met elkaar, want Ilse heeft zich aangemeld bij Diabetes Plus om samen met ons een heel mooi project. En samen, moet ik zeggen, zijn we een heel mooi project gestart. Dus daar ga ik met haar over in gesprek. En daar heb ik onwijs veel zin in. Kijk, Iels vraagt al. En we gaan het vandaag over Pompbuddy hebben. Maar ik wil Ilse ook vragen hoe de berichten van afgelopen week bij haar binnen zijn gekomen. Hey Iels, hallo. Fijn zo even te zien. Dat is lang geleden. Ja, leuk om weer te spreken, inderdaad. Ja. Sorry alvast voor mijn stem, want hij is, ik ben gisteren een beetje mijn stem kwijtgeraakt. Dus ik doe mijn best om goed verstaanbaar te zijn. Goed en duidelijk. Heb je een leuk feest gehad, Iels? Of was het wat anders? Nee, voor het eerst weer naar kantoor en daar uitleg gegeven met een mondkapje op. En nu is mijn stem weer weg. Is stem weer weg. Ja. Nou, maar super fijn dat je er vandaag bij bent, Iels. Hey, ik zei al, wij kennen elkaar en wij zijn samen bij Diabetes Plus de touwtrekkers geworden, zeg maar, van het project Pompbuddy. Maar stel jezelf eerst even voor, dat is leuk voor iedereen die meekijkt. Yes, nou, ik ben Ilse, ik ben 27 jaar en ik heb sinds 2019 de diagnose diabetes type 1 gekregen. Daarbij heb ik een jaar lang in mijn honeymoonfase gezeten. Dat wil zeggen dat ik op metformine, de tabletten, heb gezeten. Omdat dusdanig, nou ja, na een maandje insuline spuiten bleek mijn lichaam het toch weer een beetje te gaan doen. Heel fijn. Dus ik heb nog een jaar lang kunnen genieten van het niet hoeven spuiten. Maar dat gaf ook eigenlijk wel weer heel veel onzekerheid met me mee. Omdat ik wist dat er een dag zou komen dat het weer zou omslaan. Dus uiteindelijk ben ik in 2020 overgegaan op insuline. En nou ja, dat is nu dus eigenlijk 1,5 jaar. En ik zit sinds februari dit jaar op de pomp, de Tandem Slim Pomp. Heel goed, yes. Je hebt een bizarre voorgeschiedenis gehad. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, hoe kan je nou een jaar lang met de diagnose type 1 ook op metformine te hebben gezeten? Maar dat is helemaal begeleid door je behandelteam. Want je bent wel gezien, toch, Ilse? Zeker. Ja. Elk kwartaal inderdaad. Gewoon de normale bezoekjes. Het was bij mij ook nog heel erg van, ik heb mijn diagnose toen gekregen. Ik was gewoon, nou ja, alle bekende symptomen natuurlijk. Plus het 10 kilo afvallen, de dorst, et cetera. En de allereerste keer dat ik bij mijn internist kwam, die zei van, oh nou, misschien is het toch type 2, want ja, je bent wel wat stevig. Dat ik dacht, nou, dat slaat helemaal nergens op. Maar goed, uit het eerste onderzoek kwam ook niet naar voren dat ik type 1 had. Dus ze dachten heel sterk aan type 2. Dus ik heb inderdaad na een maandje insuline spuiten, hebben ze gezegd van, nou, we gaan over op metformine tabletten. Kijken of dat helpt en dan verder uitzoeken van, oké, is dan daadwerkelijk nog in het bloed kenbaar te maken dat je type 1 hebt? Of is het toch type 2? Nou ja, toch een stille hoop, is het dan type 2? Want dan kan ik er misschien nog van afkomen. En nou ja, na 3 maanden, dat bloedonderzoek duurde enorm lang. Dus na 3 maanden kwamen ze er pas achter dat, weet ik veel, de allerlaatste meting die je kan hebben om inderdaad type 1 te laten zien dat het type 1 is, die was verhoogd bij mij. En daardoor bleek het toch type 1 te zijn. Maar omdat mijn waardes redelijk goed bleven met die metformine 2 keer daags, zei ze van, nou ja, die gaan we gewoon doorzetten totdat je inderdaad je waardes omhoog gaan. Maar goed, het gevolg was dat ik kreeg geen vergoeding voor een sensor. Nou ja, die kreeg toen niemand nog natuurlijk. Nee, ik kreeg ook geen vergoeding voor het teststripjes. Nee, want als dus ik kon niks meten. Ja, daar staat niemand bij stil, maar dat is zo. Want ook alle type 2'ers in de wereld, hè, in Nederland, die krijgen, die kunnen geen eens hun bloedsuikers controleren, omdat ze het niet voor goed krijgen. Dus hoe wil je dan dat mensen goed voor zichzelf gaan zorgen? Maar ja, dat is een andere discussie. Maar je hebt dus een jaar ook daar zonder moeten doen. Ik heb uiteindelijk ze zelf nog via Instagram stripjes kunnen krijgen van mensen. Okay. En daar heb ik dus gelukkig nog mee kunnen werken. En ik heb zelf de sensor gekocht uiteindelijk. Omdat ik continu, ja, ik ben gewoon een perfectionist, dus ik wil controle houden. En doordat ik gewoon niet kon zien waar mijn waardes op zaten, dat ik dacht, weet je, ik koop gewoon zelf de Freestyle Libre. Die heb ik een week opgehad. En ja, daarin zag ik gewoon, ik moest mijn ontbijt in 3 opdelen om maar niet boven de 13 uit te komen steeds.
En toen heb ik gezegd van jongens, dit gaat niet zo langer. Ik wil gewoon, ik wil goed voor mijn gezondheid zorgen. Dus ik wil onder die 10 blijven en niet mijn eten moeten opdelen om maar onder die waarde goed te blijven. En toen dus in goed overleg inderdaad dat we zeiden van oké, ja, het moet toch, toch dan met insuline. Dus toen ben ik precies een jaar na mijn diagnose gestart met insuline, definitief. Hey meisje, en dan start je met insuline. Ben je toen meteen aan de pomp gegaan of heb je het eerst met pentherapie geprobeerd? Ja, ik ben begonnen met pentherapie. Ze vroegen wel van mij, van, ja, wil je direct op de pomp? En ik had echt zoiets van, dit gaat me echt veel te snel. En laat me eerst even wennen aan het idee dat ik nu definitief op insuline moet. Weet je, die klap had ik dat jaar ervoor al. Maar nu kon ik er een soort van naartoe leven, want we zouden op maandag starten. Dus dat is al een hele andere ervaring dan dat je in één keer in het ziekenhuis eruit komt van oké, ik moet nu 4 keer daags spuiten. Ja. En nou ja, toen de tijd was het 4 keer daags, een schema natuurlijk, dat is in de realiteit niet. nee, ik ben begonnen met pentherapie omdat ik eerst voor mezelf wilde accepteren van oké, nou ja, dat ik diabetes type 1 heb, dat ik nu definitief op insuline zit. Maar ook gewoon het hele structuur leren kennen van oké, wat doet het nou als ik insuline spuit, et cetera. Dus ik ben begonnen met die wegwerppennen, dus je kon per 1 eenheid spuiten. Nou, op een gegeven moment zei ik ook al van jongens, ik heb gewoon halve eenheden nodig. 1 eenheid is gewoon voor mij soms gewoon veel te veel. Of als ik inderdaad zeg 1 of 2, ja, of je spuit jezelf in een hypo, of je hebt een hyper. Dus toen zei, nou, toen kwamen ze op een gegeven moment van joh, we hebben zo'n, ik weet niet eens hoe die heet, maar zo'n andere pen, dat je ook met halve eenheden kon spuiten, zo'n vulpen. Die was heel fijn. Dat gaf me al heel veel meer rust, omdat ik gewoon echt wat gedoseerder kon spuiten. Maar na een half jaar had ik echt zoiets van, ja, ik wil gewoon aan een pomp. En ondanks dat de stap heel groot is om iets aan je lichaam te moeten dragen, 24/7. Omdat ik me daardoor echt ziek leerde voelen eigenlijk. Terwijl met de pennen, weet je, je spuit en je legt de pen weer weg. En ik voelde me niet meer ziek. Het is en wel, toen uiteindelijk wel bijzonder. Ik vind het goed dat je hem zegt, Ilse. Want ik denk dat heel veel andere mensen dat ook herkennen. En dat ze soms misschien ook wel weerhoudt om voor pomptherapie te kiezen. Want het zou letterlijk iets aan je lijf hebben hangen. Je wordt opeens zichtbaar type 1 diabetes, word je. Maar dat speelde nou, dat dus vond voor ik jou heel moeilijk. Ja. Ook een grote rol. Ja, ik vond dat heel moeilijk, omdat ik dacht van ja, weet je, als het dan zo zichtbaar is, je hebt een kastje, heb je altijd op je, of inderdaad die Omnipod. Dus ik vond dat heel moeilijk om dat te accepteren, om te uiten, laat maar zeggen, dat je chronisch ziek bent. En gewoon echt een klap voor jezelf van oké, weet je, ik kom er definitief niet meer vanaf. Die pennen was nog altijd een beetje van joh, weet je, het zal wel. En ook met tabletten slikken. Met tabletten slikken had ik juist meer het gevoel dat ik ziek was, omdat ik iets innam wat mij van binnen reguleerde. Dus heel, heel gek, maar ja, die mind maakte het voor mij heel raar. Maar ik voelde op een gegeven moment wel zoiets van, ik merk dat ik het niet meer goed onder controle krijg met die pennen. En met de pomp zag ik zoveel meer bij iedereen om me heen en op Instagram, dat ik dacht, ja, dit is zo'n grote meerwaarde. En toen heb ik wel gezegd in december van, oké, ik wil over op de pomp. En toen in januari ongeveer werd de Tandem Slim, de T-Slim werd inderdaad op de markt. Ook in Nederland goed uitgebracht. En toen ben ik in februari overgestapt. En had ook, je, ja. Had jij bij jouw behandelteam zelf de keuze op welke pomp je wilde? Ja. Oké, fijn. Ja. Ik mocht gelukkig wel afvinden, hè? Ook weer met Pomp Buddy terug. Dat er heel veel ziekenhuizen ook waar je geen eens de keuze hebt. Dat je maar 1 of 2 systemen uit mag kiezen. Ja, bizar. Bizar. Ja. Want je kiest iets eigenlijk voor 4 jaar. Voor de komende 4 jaar moet je een keuze maken. En dan krijg je zo'n beperkte keuze. Dus ik was heel blij dat mijn ziekenhuis is redelijk groot. En die gaf wel echt de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende pompen. Fijn. Tuurlijk met haken en ogen bij sommige pompen. En nou ja, de wat kleinere bedrijven die dan weer niet. Dus ik had wel een paar dat ik niet kon kiezen. Maar goed, de belangrijkste waren voor mij de Medtronic, de Tandem en de Omnipod. Mm-hmm. En de Omnipod heb ik mogen proberen. En de Medtronic kon ik dan ook, nou ja, een soort van zogenaamd aan mijn lichaam even hangen. Ja. Om even te kijken hoe groot zo'n dingetje is. En de Tandem, ja, die hadden ze zelf ook nog nooit gezien. Want ik was de eerste in het ziekenhuis die de Tandem uiteindelijk heeft gekozen.
Dus ik moest mijn diabetesverpleegkundige uitleggen hoe de tandem werkte. Yes. Dus dat was ook heel bijzonder, maar dat... Nee, en nu maar hartstikke heeft jou blij. In ieder geval, ze heeft jou wel het vertrouwen. Ze heeft daarom niet gezegd, we gaan het niet doen. En dat vind ik heel fijn. Ze heeft je wel gezegd, ze heeft vertrouwen in jou gehad ook. Iels, van joh, kies dit systeem. Maar ik leer graag van jou. En dat is eigenlijk sowieso de toekomst. Hè? Zo de toekomst. En ik vind dit een heel mooi bruggetje ook naar het Pomp Buddy. Want er komen, het is wel duidelijk even goed om te zeggen... Jij hebt hem helaas zonder CGM, hè? Gebruik je inmiddels hem. Met CGM. Echt? Ja. Oh! Net sinds 2 maanden. Oh, en hoe vind je dat? Ja, heel fijn. Echt heel fijn. Het is, weet je, in het begin... Ik heb hem natuurlijk een half jaar heb ik hem zonder CGM gehad. Ja. En ik voelde op een gegeven moment voelde ik heel erg frustratie. Dat ik dacht, ik heb een pomp die alles kan. Althans, bijna alles kan. Ja. Maar ik heb er geen... ik kan er niet bij komen. Dus dat voelde heel krom. En op een gegeven moment toch vaak wel het gesprek gehad met... met mijn diabetesverpleegkundige. Ook omdat ik mijn hypo's niet meer goed voelde. En ook wel met een zwangerschapswens in de toekomst. En dat ze zei van, nou, we gaan je toch op de CGM zetten. Dus ik was heel blij. En ik heb nu dan de CGM met de basal IQ, heet dat dan, okay. Op de tandempomp. Ja. En die zorgt ervoor dus dat je insuline gestopt wordt als de pomp voorspelt dat je dus te laag komt. Ja. Ja. Heel fijn, heel fijn. Maar er zat nog een functie op. En die mocht ik niet krijgen, omdat mensen met een zwangerschapswens of al zwanger zijn. Daar was die niet goed uitgeprobeerd. Want dat is de control IQ. Ja. Dus dat je inderdaad insuline, dat je pomp insuline kan toedienen als je te hoog komt. Of je basaal kan verhogen als je dus aan de hoge kant komt. En je hebt een sportstand en je hebt een slaapstand. En echt al het fancy wat je wil hebben. Eigenlijk alleen maar fantastisch. Ja, maar dat mocht dus niet. Omdat er dus nog niet genoeg was onderzocht. En daar belden ze mij 2 weken geleden belden ze me op. Van, hey Iels, we hebben toch toestemming nu gegeven voor die control IQ. Dus wil je hem hebben? Dus ik zei ja, heel graag. Dus ik heb eergisteren heb ik een cursus ervoor gedaan. En ik zit nu te wachten op de code om die om een pomp te kunnen upgraden. Fijn. Dus je kan het hele systeem. Ja. Het hele systeem mag je nu gebruiken. Oh, fijn. Ja, zoveel meerwaarde. Ja. Zoveel meerwaarde. Word je niet gek? Je weet, ik zit al jaren aan de CGM. Maar word je niet gek van alle informatie die je nu krijgt? Ja, dat wel. Ja. Ja. Ja, het was ook met die cursus dat ik echt dacht, ik snap het niet meer. Of op zich, de cursus is heel goed opgezet. Maar ik dacht echt van, jeetje, ik vind dit al best wel pittig om goed binnen te krijgen. En dan denk ik, hoe doen mensen dit? Met kleine kinderen of met mensen die toch nog net iets lager zitten. Of weet je moet echt, echt goed snappen hoe het systeem werkt voordat je dus bijvoorbeeld die control IQ mag. Het is echt wel ingewikkeld, sommige dingen. En ik weet het ook toen ik startte met de pomp, dat ze me hier uitleg kwamen geven. En dat ik echt dacht, hoe ga ik dit de volgende keer zelf doen? En uiteindelijk leer je het wel en lijkt het uiteindelijk heel simpel te zijn. Maar het is echt, echt een bevrijding. Yes, wat onwijs fijn om te horen. Ja. Hey, Iels, je zei hem al, jij met hulde voor je diabetesverpleegkundige... maar jij mocht dus het systeem kiezen, de pomp kiezen die jij graag wilde. Maar jij moest je DVK leren hoe dat werkte. En dat is ook een reden waarom wij met Diabetes Plus Pomp Buddy zijn gestart. Hè? Ja. Ja. Yes. Hoe ben je eigenlijk bij ons terechtgekomen? Is misschien leuk voor de kijkers om te horen. Ja, ik volgde Loes natuurlijk al op Instagram. En ja, overal Loes, nee. Ja. Nee, ik volgde Loes al en ik zag dat zij inderdaad podcasten aan het opnemen was. En die ben ik gaan luisteren. En op een gegeven moment kwam er ook iets met van, joh, een verzoekje aan jullie. Nou, die zat ik te luisteren. En toen kwam het verhaal van Cas. En die begon in één keer over, Diabetes Plus natuurlijk. Maar ook over het stukje buddieschap. Hmm. En toen had ik echt zoiets van, ja, daar moet ik bij aansluiten. Ik heb, daarvoor had ik gesprekken gevoerd met mensen... En daarin had ik heel vaak de vraag gesteld van, oké, maar wat mis je? Of wat,
wat had je gewild dat je toen, wanneer je de diagnose had, wat had je gewild om te hebben in je omgeving? En eigenlijk alle gesprekken eindigden op, ik had gewoon iemand naast me willen hebben die ook diabetes had. En zelf heb ik het ervaren doordat ik al een vriendin had die al diabetes type 1 had. Dus ik had dat al geleerd van, nou ja, wat houdt het nou allemaal in? En tuurlijk, ik snapte er nog steeds toen niks van. Maar toen ik mijn diagnose kreeg, toen heb ik alles op haar afgevuurd. Hoe moet dit? Hoe moet dat? Wat is dit? Wat is zus? En dat heeft mij zoveel geholpen dat ik inderdaad dat oproepje van Cas hoorde over buddieschap. Toen dacht ik, ja, hier moet ik bij zijn. Dit wil ik ook uitdragen. Want dat buddieschap is zo belangrijk om dat te hebben. Om niet alleen te staan in je chronische ziekte. Maar dat je echt ziet van, oké, weet je, er zijn meer mensen die met hetzelfde strukkelen. Of net een andere kijk hebben. En net je even kunnen helpen op een andere manier dan wat jij niet ziet. Ja. Dus ja, op basis daarvan heb ik me gelijk aangemeld. Ja, jij was van die early adapters was jij, lieve Ilse. Heb je heel snel aangemeld. En we zijn toen met elkaar in gesprek gegaan. En toen is eigenlijk de vernauwing, dat klinkt zo negatief. Maar toen zijn we in overleg met elkaar gegaan. Want het buddieschap, daar zijn wij bij Diabetes Plus hele grote voorstanders van. Om alle redenen, lieve Ilse, die jij net noemt. Maar we zijn natuurlijk ook een beginnend patiënteninitiatief. Dus je moet ergens beginnen. En toen hebben we ook jouw verhaal meegenomen. Dat je zei, joh, ik heb deze pomp mogen kiezen. Maar mijn diabetesverpleegkundige had eigenlijk geen idee hoe het systeem werkte. Dus hoe fijn zou het zijn als dan een andere gebruiker, als jij iemand toen had kunnen bellen of kunnen mailen van, joh, hoe werkt deze pomp eigenlijk? En kan je me handvatten geven? Dus we zijn toen in overleg gegaan eigenlijk. Van, hoe kunnen we het grote buddieschap, wat nog steeds bij ons, lieve mensen, wat nog steeds, en we merken ook aan alles, dat moet er ook gewoon een keer gaan komen. Maar we hebben gedacht, laten we nou gaan beginnen met vragen die heel veel op social media voorkomen. Ja. En dat zijn de vragen, jongens, ik mag van mijn ziekenhuis of ik mag van mijn verzekering een nieuwe pomp kiezen. En dan kwamen er allemaal van die losse flodders. Gebruikt iemand de 780G en kan die daar wat over vertellen? Of gebruikt iemand de Tandem, die slim, en kan iemand daar wat over vertellen? En toen dachten wij, laten we daar nou het buddieschap mee gaan beginnen. Ja. Yes. Hoe was dat voor jou om dat grote buddy, hè, van iemand naast je hebben staan na je diagnose, naar pompbuddy als start, om daarmee te beginnen? Hoe voelde dat voor jou? Ja, eigenlijk heel erg aansluitend op natuurlijk op het proces waar ik net mee afgerond was. Want volgens mij hebben wij net nadat ik mijn keuze heb gemaakt, zijn we echt wel richting pompbuddy gegaan. Omdat wij heel erg zaten te kijken van, oké, waar zit nu de meerwaarde natuurlijk van het buddieschap? Ik had dan het geluk dat ik iemand in mijn omgeving had die had de Omnipod en ik kende iemand met de Medtronic. Ik kende niemand met de Tandem, maar goed, inderdaad vanuit daar dat ik dacht van, ja, weet je, er zijn nu zoveel mensen die of van een pen naar de pomp willen of inderdaad gewoon al 4 jaar op hun pomp zitten en van pomp willen veranderen. Dus het was voor mij heel erg aansluitend op het proces waar ik natuurlijk net mee bezig was geweest, waardoor ik ook heel erg kon voelen van, oké, maar wat had ik zelf nodig willen, althans wat had ik zelf willen hebben op het moment dat ik natuurlijk van pen naar pomp ging. Dus het voelde gewoon heel goed om daarin te gaan kijken van, oké, maar wat kunnen we voor anderen betekenen, zodat zij niet diezelfde struggles hebben die, nou ja, wij in het verleden hebben gehad, ik dan nog maar net, maar om daarbij anderen te kunnen helpen om een juiste keuze te maken en echt die connectie te kunnen maken met van, oké, ik ben een ouder en ik heb een kind met een pomp. En dat je met iemand kan praten die ook een ouder is met een kind met een pomp. Of dat je inderdaad, nou ja, in mijn geval, ik was zonder CGM. Mensen zijn, die krijgen bijvoorbeeld een Tandem zonder CGM. Maar wat houdt dat in? Maar dat we ook dus mensen kunnen bieden van, oké, wel met CGM. Hoe ervaar je dat dan? Dus eigenlijk dat je echt de verschillende facetten kunt bedienen. Yes. En het gaat heel erg om wat wij horen. Het is leuk trouwens ook om te voelen. Hè? We hebben ook goed contact gehad met Vitalair. Ja. En dat ze ook dit helemaal ondersteunen. Zonder sturing of zonder wat we wel en niet mogen zeggen. Maar het is ook goed voor jullie thuis om te weten dat het natuurlijk iets is wat we heel graag met z'n allen doen. Maar echt een plus in te vinden is. En dat gaat over ons, mensen met type 1. Zodat wij met eerlijke informatie de juiste keuze kunnen maken. Want je zei het al, je kiest een systeem voor 4 jaar. Jongens, daar
dat ook iets op de pijlers van Diabetes Plus, hè, daar hebben wij het ook al vaker over gehad, Niels, daar zijn wij het ook niet over eens. Hoe kan je nou met de nieuwste technologieën die steeds sneller gaan, in godesnaam 4 jaar aan één systeem vastzitten? Dus ook daarin hopen we binnenkort meer in gesprek ook te raken over waar om dit te veranderen. Laten we maar even heel kort zeggen, dit is niet anders. Dit is niet meer van deze tijd. Hey, we zijn met de buddies gestart met wat je net aangaf, hè? Jij, en we zijn om de simpele reden, lieve mensen, met de tandem die slim buddies gestart, omdat onze lieve Jolte dat systeem gebruikt. Daarna is de 780G groep buddies is gestart. En eigenlijk staat die nog helemaal niet zo heel lang online. Maar sinds 1 oktober is natuurlijk onze nieuwe website live gegaan. En toen zijn ook de buddies van de 780G daarop gekomen. En wat heel erg tof is, over 1 of 2 weken gaan we ook starten met de eerste mensen die de Roche-pomp, de accu-checkpomp met de Diabiloop gebruiken. Daar krijgen we ook buddies van. Ja, dus supergoed. Super, ja, echt super tof. Dat, en wat zo hartverwarmend is, Niels, eigenlijk hetzelfde wat jij hebt gedaan. Jij hebt ons een berichtje gestuurd, je hebt de podcast geluisterd. En nou, jongens, kunnen we dit niet samen gaan doen? Dat we nu dus ook heel veel berichtjes gaan krijgen van mensen. Van, joh, ik gebruik dit systeem. Wanneer mag ik pompbuddy worden? Dat is, mooi. Yes. Ja, dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Dat we met alle soorten pompen, dat je gewoon al je informatie kunt krijgen van ervaringen. Absoluut, absoluut. En we hebben met elkaar ook een soort afspraak gemaakt. We willen eigenlijk dat in de eerste helft van begin volgend jaar, dus 2022, van alle pompsystemen er buddies beschikbaar zijn. Hey, ik merk dat ik het best wel indrukwekkend vond. Ja, en ik ken je verhaal, Iels, ook van je diagnose, maar ook de stappen van pen naar pomp. Je gaf ook aan dat het op de pomp gaan ook best wel een stap is geweest voor je, want dan wordt het opeens zo inzichtelijk, hè? Wordt je type 1 diabetes zo inzichtelijk. Is dat ook een onderwerp die jij, want je hebt een paar keer mensen gesproken, hè, die via Diabetes Plus bij jou kwamen als buddy. Speelt dit bij meer mensen die jij hebt gehoord? Niet zozeer in de gesprekken die ik heb gevoerd met de mensen voor de tandem keuze, maar zeker wel op Instagram ook wel meer. Weet je, het is gewoon een grote stap om, ja, weet je, ik heb voor mezelf, als ik even voor mezelf spreek, ik wil mijn diabetes niet onder tafel schuiven of onder stoelen tafel schuiven. Ik wil gewoon het met trots kunnen laten zien, maar ik voel ook een terughoudendheid, omdat je inderdaad laat zien, ja, dat je een chronische ziekte hebt en dat er dus, ja, iets mankeert. En daar zit continu wel een strijd in. En ik merk als ik mensen zie op Instagram en mensen die ik in mijn omgeving ken, in sommige situaties ga je hem toch verstoppen. Omdat je gewoon even niet wil laten zien dat jij diabetes hebt. Maar in andere situaties is het juist weer heel mooi om dat wel te kunnen doen. Maar de bevestiging dat jij iets op je lichaam hebt, net zoals die met die sensoren, die zie je ook wel vaak. Er zit toch een drempel om het te laten zien. Omdat het in één keer zo'n grote bevestiging naar de buitenwereld, maar ook echt voor jezelf is van oké, ik ben chronisch ziek en ik kom er niet meer van af. Yeah. En dat doet mentaal, doet dat gewoon, bij mij deed dat gewoon heel veel en vond ik het gewoon heel lastig om te accepteren dat je, weet je wil niet accepteren dat je ziek bent, maar deze systemen helpen mij zo dusdanig om gewoon mijn leven te leiden zoals ik, nou ja, bijna daarvoor deed. Dus eigenlijk mag je daar ook best wel trots op zijn. En daarmee probeer ik nu wel meer dat ik denk, weet je, ja, het hoort nu eenmaal bij me. Maar ja, soms is het wel even mentaal, even dat je denkt, ja, even er zit altijd iets aan me vast. Er zit altijd iets. En je zegt het heel mooi, Ilse. Ook een soort, nou ja, bevestiging, hier kom je dus nooit meer van af. Ja. Yes. Yep. Ja. Ja, zeker. Maar je nu, er zijn meer mensen die twijfelen om van pen naar pomp te gaan. We hebben ook een hele mooie column, hè? Angelique heeft ons meegenomen bij Diabetes Plus in haar overweging van pen naar pomp te gaan. Die blogs zijn allemaal te lezen, ook nog op onze website en op onze socials trouwens. Maar wat, en dat mag je helemaal vanuit jezelf zeggen, wat, Ilse, als iemand nu aan jou zou vragen die twijfelt over een pomp, ja of nee?
Met dit allemaal meenemende, wat je net hebt gezegd, wat zou dan nu met jouw ervaringen het antwoord zijn? 200% de pomp. Echt waar? Ja, ja. Echt 200%. Het heeft me zoveel meer rust gebracht, zoveel meer bevrijdend. Het geeft zoveel, ja, het heeft me zoveel meer gebracht dan dat ik in eerste instantie had gedacht. Juist het zoveel makkelijker kunnen toedienen van insuline. Niet meer 10 keer op een dag een naald in je buik. Het moeten wachten tot de insuline is toegediend. Weet je dat je gewoon zo makkelijk eventjes je... Nou ja, ik heb met draad, dus ik pak hem even van mijn broek af. Ik stel gewoon even snel in en ik zet hem weer weg. En dat pomp doet mijn werk. Ik hoef er gewoon niet meer naar om te kijken. Dus het geeft mij zo ontzettend veel meer rust. Dus ja, 200% ja. 100 ja, 200% de pomp. Echt. 200% de pomp, yes. Ja, ja. Dat is een mooie afsluiting, Iels. Dat is een, want ik snap, ik heb al 21 jaar de pomp. En ik snap waarom mensen het niet willen. Maar als we zien met welke uitkomsten en welke verbeteringen mensen kunnen behalen. Met toch eigenlijk, kan je het een beetje vergelijken. Dat als iemand jou de keus geeft in behandeling van type 1 diabetes. Wil je voor de meest natuurlijke of voor de minst natuurlijke behandeling? Ja. Wat kies je dan eigenlijk? Hè? En dat, voor mij is dat wel een eye-opener geweest. Van, ook al is het, al die punten die je aangeeft. Je hebt altijd iets aan je lijf. Het wordt zo zichtbaar. Maar wat we ervoor terugkrijgen is ook wel is heel, heel, heel veel waard. Yes. Weegt voor mij inderdaad echt een stuk zwaarder. Yes, goed zo. Ja. Hey, dank Iels. Dank voor dit leuke gesprek. Fijn om je weer leuk je weer gesproken te hebben. Ik ga je heel fijn bellen hoor. Dat is goed. Dan kletsen we weer bij. En lieve mensen, topbuddy. Dus denk je nou, ik zou het ook wel lekker vinden om met iemand te kletsen die een pompsysteem gebruikt. We hebben dus buddies van de 87 genen Tandem T-Slim. Maar ook de Roche Pomp, de Accu-Check en de Diabiloop komt er heel snel aan. En wij beloven dat er heel snel, wij hopen zo snel mogelijk alle pompsystemen op onze site te hebben staan. Dankjewel Iels en tot heel snel. Dank. Is goed. Doei doei.